is een Japanese Jules. Hij is mooi, hè? Zo. Hij staat bij mij op mijn balkon ook, maar die zegt 100 keer kleiner. Nou, dat is wel grappig, want deze staat ook perfect voor een patio. En jij hebt een patio. En als hij nou klein is, ja, op een gegeven moment wordt hij natuurlijk wat groter. Wordt de mijne zo groot? Dat kan. Je kan hem ook klein houden, dan moet je die topjes eraf halen. Kijk, en wat mooi, die bladverkleuring die er is. Ja, dat heb ik nu ook. Dat heeft hij het hele seizoen door, maar in het najaar dan is hij eigenlijk op zijn mooiste. Want wat gebeurt er? Hij gaat zijn voedingsstoffen terugtrekken. Alle voedingsstoffen die in het blad zitten, die trekt hij terug. En daar krijg je die verkleuring van. Dus deze wordt in het najaar helemaal rood. Weet je wat ik dacht? Nou? Ik dacht dat ik hem te weinig water had gegeven. Ik dacht, kut, hij gaat dood, dacht ik. Kijk, en daarvoor doe ik de tuin en doe jij het koken. Ja.